Deze keer een extra lange aflevering, want we doen een hele maand december in één keer. En natuurlijk is het nog steeds Sinterklaas en komt de kerst ook aan bod. Maar zoals gewoonlijk beginnen we met de SWOGB. Vandaag Corrie Remmen. Hallo. Corrie, hallo. Ja. Ik heb ook de agenda bij me. Zijn er verschillende activiteiten zijn er weer. Altijd in het begin met het hobbycentrum is inmiddels toch wel bekend bij een hoop. Hoe gaat het? Het gaat goed. Elke dinsdag is nog steeds de vrije inloop. En dan mensen, ja, die kunnen maandag en dinsdag kunnen ze hobbyen, maar dan moeten ze wel lid zijn. Maar het is altijd, het staat altijd vrij om even binnen te lopen. En er worden allerlei activiteiten gedaan. Tekenen, boetseren en eigenlijk van alles ook ontmoeten, hè, om een kopje koffie te drinken. Maar in de Valendries, dat is ook het hobbycentrum. Maar daar gebeurt meer het grotere werk. Lassen en timmeren. Mensen die iets willen maken. Een kastje of iets willen repareren. Ja. En dan in deze, zie je dan toch nog wel dat dan de mannen doen en de vrouwen dan in het hobbycentrum? Ja, dat ligt er. We zijn ook hele handige vrouwen, hoor. Ja, dat weet ik. Maar ja, meestal is dat dan toch... Nou, in deze tijd, waar iedereen toch over de recessie spreekt, is dat ook heel... Ja, slaat het van twee kanten, hè. Ja. Daarom. Nou, en dan zijn er nog verder nog activiteiten. Er komt weer iemand 13 december komt de sieraden maken in de Weijer. Want er is ook altijd toch nog een gastvrouw aanwezig. En 18 december is er in de woonzorgcentrum in Sint-Anna. Wordt er een film gedraaid. Oh, leuk. En in de toekomst wordt er ook een keer een muziekmiddag georganiseerd door een zigeunerorkest. Maar de datums zijn nog niet bekend. Kunnen de mensen zich dan ook verzamelen bij jullie? Dat ze dan gezamenlijk naar Sint-Anna of gaat het allemaal ieder voor zich? Ja, dat gaat. Ja. En er komt ook altijd nog publiciteit in de krant. Dat ze precies weten waar het is. Ja. Okay. Nou, en dan is het ook nog heel leuk met de feestdagen en aantocht. 20 december kun je in de Weijer kerststukjes maken. En de dames van Dunja, die doen dat ook. Nou, en ja, die mensen hebben ook creativiteit weer misschien op een ander vlak. Ik vind het zelf ook heel leuk om zoiets te doen. Daar ga ik zelf ook naartoe. Ja. Dus dat is ook weer een middag om waar je even naar uit kunt kijken. En dat is dan wel leuk, dat Dunja eigenlijk ook vlak bij jullie zit, hè? Ja. Zo te horen is de agenda van december niet zo heel groot. Nee, dat klopt. Het loopt een beetje eind van het jaar, denk ik. Ja. Nou, maar mensen kunnen altijd nog 20 december een kerststukje maken. Ja, ook al doe je het dan niet voor jezelf, kun je het altijd nog weggeven. Ja, dan kun je altijd ook nog even blij mee maken. En zo is dat. En dan wens ik iedereen namens de SWOGB een hele fijne feestdagen. En vooral een goed en een gezond en voorspoedig 2012. Oké, dat wensen wij jou natuurlijk ook toe. Bedankt voor je komst en bedankt voor je toelichting. Ja, graag gedaan hoor. Tot en met 9 januari exposeert keramiste Nettie Jetten bij Vrouwencentrum Dunja in Boksmeer. Haar werken zijn te bewonderen op maandag, dinsdag en donderdag van 1 tot 3 uur. Het Glazenhuis is jullie allemaal wel bekend bij 3FM, maar nu ook in Boksmeer. Vanaf 5 december staat er een glazenhuis onder andere in Boksmeer. Nou, daarover kan alles vertellen bij Rita Cornelissen en Frits Pingen. Kan iemand van jullie in het kort even vertellen wat het inhoudt? Of als de mensen nog niet precies weten wat het glazenhuis is. We hebben ieder jaar een kerstactie. Even onderbreken, jullie zijn van scholengemeenschap Metameer, hè? Ja. Ik ben docent daar en Brita is sectordirecteur. Okay. Een aantal collega's, een commissie om een activiteit te organiseren voor de laatste dag voor de vakantie. En daar hadden we vorig jaar het idee van om daar een sponsoractie op los te laten. En toen is het Glazen Huis daar in beeld gekomen. We wouden het heel graag klein houden. Maar door het enthousiasme groeide dat. En er kwam een glazen huis. En er kwam muziek en er kwamen acties. En de klassen en de leerlingen zijn heel actief geworden. En ze zijn in staat gebleken om veel geld bij elkaar te... Ja. Opzet van het glazen huis is dat je betaalt. Je mag muziek aanvragen. Hè? Ja. Er wordt dus ook dan de hele dag muziek gedraaid. We hebben een echt glazen huis geplaatst op het schoolplein. En kinderen kunnen een euro doneren en een plaatje aanvragen in de pauzes, voor school, na school, in de week voor de grote actie op 23 december. Ja, en op 23 december, wat kunnen we dan verwachten? Nou, dan is er een groot kerstprogramma voor alle kinderen. Dus we ontbijten, we gaan schaatsen in Boksmeer. Ze zien een film over het doel van Serious Request. Er is een voorstelling in het protestants kerkje wat aan het thema van de actie verbonden is. Ja, wat is het thema dit jaar? Het thema is moeders die als gevolg van oorlogen alleen zijn komen staan met hun kinderen. Dus ik vind het is een stille ramp. Hè? Een stille ramp die niet bekend is bij ons allen. Maar als je daarover na gaat denken, zijn er natuurlijk heel veel moeders
die kinderen proberen groot te brengen. En man is overleden in een oorlog of is weg. Nou, en voor dat doel probeert dit jaar het Rode Kruis in samenwerking met Sirius of met 3FM zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. En ik denk dat het een doel is wat wij ook dicht bij de kinderen kunnen brengen. Hè. Een doel waar ze zich iets bij voor kunnen stellen. Ja, waar je eigen gevoel bij. Ja, en wat van groot belang is in mijn ogen, omdat die kinderen juist getraumatiseerd door de oorlog, het zo belangrijk is dat die goed opgroeien om te voorkomen dat zich alles weer gaat herhalen. Ja. Dan staat daar het glazen huis. Hè. In dit geval is dat dan vooral voor de kinderen bedoeld. Maar mensen zoals ik of ouders en zo, kunnen die dan gedurende de dag, die 23e denk ik dan, ook gewoon daar terecht? Gedurende de hele week. Ja. De hele week wel. Dus er is constant iemand aanwezig in dat glazen huis. Ja, ja. Het zijn toch meer of minder de collega's die daar plaats gaan nemen. De kinderen volgen toch gewoon de lessen. En er zullen zeker momenten zijn dat leerlingen daar iets gaan betekenen. Maar het programma gaat gewoon door. Dus de lessen gaan door, het onderwijs gaat door. Ze zullen ze wel jammer vinden, maar... Ja. 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 Ze zullen in Boxmeer collecteren. Ze zullen dingen gaan verkopen. Ze zullen... nou ja, vorig jaar hadden ze de meest wilde acties bedacht. Ja. En in de klassen, we proberen te kijken welke klas brengt nu het meeste geld binnen. En die klas mag naar Leiden. Dus dat is ook wel voor kinderen geweldig. Hè, want dat wat is er in Leiden? In Leiden staat het officiële glazenhuis van 3FM zelf. En dan gaan we dan de opbrengst aanbieden. Ja, want vrijdag de 23e, dan stopt de actie van 3FM ook. Ja. En dan willen wij eigenlijk om 2 uur bij ons de actie ook beëindigen. Dan staat er een bus klaar. En dan gaat er een delegatie van leerlingen en collega's linea recta naar Leiden toe. Om daar het bedrag te overhandigen. Ja, nou, mooi gebaar toch? Ja. Kun je nog in het kort even vertellen van mensen die willen doneren. Waar kunnen ze terecht? De week voor 23 december, die hele week, bent u welkom bij het glazen huis van Metameer Jenaplan en Boxmeer. Overigens ook bij de glazen huizen in Stevensbeek, want daar staan ook glazen huizen. Om een bijdrage te leveren aan het ontzettend goede doel dat 3FM dit jaar gaat ondersteunen. En wij als Metameer ook. Dus welkom de hele week. 6 december, cabaret in het Weijertheater met Leon van der Sanden. De voorstelling begint om 8:30. En op 7 december is er een kerstdemonstratie, ook in Cultureel Centrum De Weijer. Deze demonstratie wordt georganiseerd door vereniging Groei en Bloei. Bloemenhuis De Wingert uit Sint-Antonis komt een 2 uur durende demonstratie geven om vast in de kerststemming te komen. De entree voor leden is gratis en niet-leden betalen €5. De aanvang is om 8:15. En op 9 december is er alweer het 6e ijsfestijn. Nou, wie kan er meer over vertellen dan Loek Thijssen en Sven Jansen? Loek, om met jou te beginnen. Wat is er anders dan vorig jaar of vorige jaren? Dat we dus weer terug zijn op het Raadhuisplein. Daar waar we dus 6 jaar geleden opgestart zijn. En ja, en dat vinden we dus met z'n allen. Hè, zowel de commissie van het ijsfestijn als wel de ondernemers van Boxmeer vinden dat eigenlijk de geëigende plek om zo'n ijsfeest voor Boxmeer te organiseren. Vorig jaar hadden jullie nog zoiets aan, weet niet of we dat wel willen. Maar nu zie ik dat je er toch wel heel blij mee bent dat dat plaatsvindt. Ja, absoluut. Nu hebben we dus inderdaad zien wat voor een geweldig plein het is. Ja, daar moeten we dan ook zeker gaan uitnutten. En dit is eigenlijk de eerste grote activiteit die daar dus plaatsvindt. Ja. Nou, Sven zit ook hier bij ons aan tafel. Wat is jouw rol in dit ijsfestijn? Het eerste is natuurlijk geweldig dat de ijsbaan midden in het centrum is. Ja. Want dat is ook de insteek van de ijsbaan. De kinderen schaatsen en de ouders gaan lekker winkelen in Boxmeer. Natuurlijk, de ijsbaan is terug op het Raadhuisplein. Er zit horeca op het Raadhuisplein, de douanière en de bok. Die gaan samen ervoor zorgen dat alle gasten ook lekker wat kunnen drinken en eten. En op wat voor manier gaan ze daarvoor zorgen? We hebben allebei verschillende pakketten bedacht om mensen gewoon te entertainen. Er zijn gewoon feestavonden, bluesmiddag op een zondag. Dat zie je allemaal vanzelf wel. Maar de leuke dingen zijn dat we op woensdagmiddag altijd een clown rond hebben lopen voor de kinderfeestjes. We verkopen pakketten dat mensen een aantal uur kunnen schaatsen en dan gewoon lekker kunnen drinken met een kop erwtensoep. Dat is wel heel leuk dan, hè, zo'n pakket. Ja, ja. Zeker. Zijn wel verschillende pakketten? Ja. Ja, en dat kunnen ze dan bij jullie zien, wat die pakketten precies inhouden? Ja, of koop je zo'n pakket op de ijsbaan zelf? Nee, dat kun je allemaal zien via internet en daar hebben we posters voor. Oh, nou kijk. En het, dat komt helemaal goed. En dan staat daar de ijsbaan dan. Wat hebben jullie daar omheen nog meer bedacht? Want er is nog wat ruimte over natuurlijk op het plein. Ja, we gaan samen een koek- en sopietent op het plein zetten. Dat zullen we samen doen, de douanière en de bok. Daar verkopen we warm chocomel voor de kinderen, snoepzakjes.
zodat zij ook gewoon een leuke middag kunnen hebben. Ja, nou ja, ouders vinden dat misschien ook wel, ook wel fijn. Gaat voor de kinderen. Ja. Luc, dan is altijd iets speciaals met de opening. Wat is dat dit jaar? Ja, dat is, Antoinette, dat is en blijft toch een verrassing. Ja, hoe dus dat programma er gaat uitzien. Maar één onderdeeltje kan ik er wel uitlichten. Dan wordt dus het lot, winnende lot getrokken van de loterij die we dus gestart zijn in september. En ja, daarmee hopen we dus ook, hè, met die loterij hebben we dus ook wat extra middelen kunnen genereren. Maar op 9 december tijdens de feestelijke opening wordt het lot getrokken. En dan hoop ik dat we dan aan de gelukkige op dat moment die hartstikke mooie retro scooter kunnen overhandigen. Ja, een leuke prijs is dat dan. Ja, dat is absoluut een hele mooie prijs. Het is heel moeilijk om van dat ding af te blijven, want het nodigt uit om... Nou ja, inrijden kun je altijd doen. Ja. Een paar rondjes in Boxmeer nog extra reclame maken. Luc, hoe laat is de opening? De opening die is op 9 december, vrijdag 9 december. En die zal dus plaatsvinden tussen 7 en 8 uur. En dan na de opening is er weer vanaf 8:30 is er weer gereduceerd schaatsen tot 10 uur. Jij vroeg straks, Antoinette, van zijn er nog nieuwe dingen? Ja, die zijn er inderdaad. Hè. Ook, we gaan dit jaar starten met een curlingcompetitie. En dat klinkt wel heel professioneel dan al. Ja, ja, ja. Goed, het wordt ook steeds professioneler. Ja, die curlingcompetitie die start dus op maandag 19/12 en dinsdag 20/12. En de finale is op 7 januari. Maar hoe kan ik aan die competitie, stel dat ik mee wil doen, hoe kan ik daar aan meedoen? Bij deze ben je uitgenodigd. Het zou leuk zijn als een blosteam daar aan mee zou gaan doen. Nou. Hè? Maar dit is ook dan ook tevens een oproep aan alle verenigingen en hè, alle mensen die en vrienden en noem maar op. Hè, om dus inderdaad zich te gaan aanmelden op IJsselstein, www.ijsselstein.nl. Daar is ook op te zien wat curling eigenlijk inhoudt. Ja, hè? Absoluut. Onder het kopje curling. Ja. Als je dat dus aanklikt, dan krijg je alle relevante informatie. Wat is curling? Waar kun je aanmelden? Met hoeveel leden moeten wij dan zijn? Het team bestaat uit maximaal 6 teamleden, waarvan 4 actief curlen. Mm-hmm. En 2, dat zijn dus de reserve mensen. En die kunnen desgewenst ook ingezet worden. Aankomen en aanmoedigen. Ja, en wij hopen we hopen daarmee ook een nieuwe doelgroep aan te boren, zeg eigenlijk maar. Mensen die dan ook de weg naar het IJsselstein weten te vinden. Ja, en ook leuk dan mensen die niet kunnen of willen schaatsen, om dan ook dan weer te komen kijken natuurlijk. Absoluut. Nou, kijkt u vooral op die website, want het is een hartstikke mooie website. Er staat hartstikke veel op. Sven, tijdens die ijsbaan, wat is er nog meer? Luc kwam net met iets nieuws, de curling. Wij komen ook met iets met iets nieuws. Het is namelijk de Boxmeerse Elfstedentocht. Op vrijdag 6 januari beginnen we met de Elfstedentocht. Je begint bij het centrum of het vertrek. Je koopt een stempelkaart, dat kun je in de voorverkoop kopen of op de dag zelf. Dan ga je alle steden, alle kroegen langs. Daar krijg je een stempel en een consumptie. En dan moet dat gewoon een heel groot festijn worden in Boxmeer. En moet je dan op schaatsen komen? Of, Hoe origineel, hoe leuk natuurlijk. Ja, dat zal natuurlijk wel. Nou, nogmaals, er is gewoon hartstikke veel te doen rondom het IJsselstein. Bedankt voor jullie komst en er staat natuurlijk nog veel te doen. En we zien jullie terug daar rondom de ijsbaan. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Op 10 december zijn er heel erg veel activiteiten in de gemeente Boxmeer. Ik zal bij de eerste beginnen. Dan is er weer een grote Tirolenavond bij Café Zaal het Centrum in Boxmeer. Wederom met medewerking van de 15-koppige band De Rozentaler. De zaal is open om 7 uur en de avond begint om 7:30. De kaarten in de voorverkoop zijn €7,50 en aan de zaal €9. En ook, heel belangrijk, het bier wordt verschonken in pullen. Prinsen- en verlovingsbal, carnavalsvereniging De Knoepers in de Elsenhof. Op deze avond zal ook het boerenpaar bekendgemaakt worden. Hij wordt met een spectaculaire presentatie rond 11:50 de Knoepersprins 2012 aan het publiek voorgesteld. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door sfeervolle en gezellige muziek van Disco Melody. Ook zullen de Sambeekse Joekskapellen van zich laten horen. De avond begint om 9 uur en de entree is gratis. En dan ook op 10 december het MHC Bokfeest bij de Bok in Boxmeer. Deze avond begint om 9 uur. Even iets anders, ook op 10 december is er een kerstmarkt op het kindcentrum Het Zandkasteel in Boxmeer. Bij mijn tafel zitten Beb Segers en Ineke van der Groes. Jullie kunnen alles vertellen over deze kerstmarkt. Vertel even, jullie zijn ook werkzaam bij het kindcentrum Het Zandkasteel. Wat doe je daar? Ik ben pedagogisch medewerker, ik sta op de groep op het kinderdagverblijf. En Beb?
Ik ben manager van het kindcentrum, dus ik moet zorgen dat alle mensen hun werk kunnen doen en dat ouders en kinderen tevreden zijn en dat alles aan wens verloopt. Oké, nou, behoorlijke taak. Ja. Nou, we hebben dan een kerstmarkt. Nou, op zich een kerstmarkt, ja, dat wordt dan wel meer georganiseerd. Allereerst even voor jou, wat houdt het eigenlijk in om een kerstmarkt te kunnen organiseren? Nou, wij vonden het gewoon ook heel speciaal. Om dus voor, omdat wij geven een kerstmarkt voor Stan dan. En dat we ook de ruimte nu krijgen om het te mogen doen. Wie is Stan? Stan is een kindje die heeft bij ons op het kinderdagverblijf gezeten. Die is nu net weggegaan. En Stan is doof geboren. En die heeft een CI-apparaat dat hij aan één kant kan horen. Heeft hij vergoed gekregen. En de tweede kant krijgt hij niet vergoed vanuit de verzekering en vanuit de overheid. Dus nu gaan we dus de kerstmarkt organiseren om dus... om hun te helpen en te ondersteunen. Ja. Nou ja, we kunnen in discussie gaan waarom over de vergoeding, maar laten we dat maar niet doen, want dat is natuurlijk ieders persoonlijke mening. Ja. Maar jullie zijn van mening dat hij ook aan zijn andere oor zo'n implantaat moet kunnen krijgen. Ja. En dan gaat de opbrengst van deze kerstmarkt naar Stam. Ja. Nou, hartstikke mooi initiatief natuurlijk. Ja. Maar de kerstmarkt op zich moet natuurlijk wel georganiseerd worden. Hoe pakken jullie zoiets aan? Ja. Nou, dit is de derde keer dat we zo'n kerstmarkt organiseren. En de uitgangspositie is altijd dat wat het opbrengt gaat naar een goed doel. En de eerste keer hebben we gekozen voor een bijdrage aan het Indianenschooltje in Peru. We kennen mensen uit Kuik die daar contacten hadden. En dus die zijn ook echt met alles wat het op heeft gebracht naar Peru gegaan. En hebben daar hele goede dingen mee gedaan. De tweede keer hebben we de bijdrage geleverd aan een Kika-organisatie. En deze keer hebben we dus zelf gekozen. Maar waarom kiezen jullie? Ja, ik heel hartstikke mooi goed doel. Maar een kindcentrum kan natuurlijk zelf ook heel veel geld gebruiken. Waarom kiezen jullie er toch voor om het geld dan weg te geven en niet voor jullie zelf te gebruiken? Nee, wij zijn van mening dat wij als kinderopvangorganisatie. Als je professionele kinderopvangorganisatie bent, er zijn er andere middelen om je werk te kunnen doen, om dat te leveren waarvoor je ook in het leven staat. Ja. En als commerciële organisatie zijn er dus andere geldelijke instromen om je doel te bereiken. Kijk, en een kersttijd is altijd een periode waarin je gaat nadenken van, goh, we hebben het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ja, wat is er te doen die dag? Kun je daar iets over vertellen? We hebben de vorige kerstmarkt hebben we de kinderen laten knutselen en dat verkocht. Maar nu hebben we echt activiteiten dat de kinderen het zelf kunnen gaan doen. Dus zoals tassen oppimpen, ponyrijden, oliebollen kopen, poffertjes. Tweedehands speelgoed zijn we nog aan het verzamelen. Tot dus ook tweedehands speelgoedkraampje krijgen we die ze kunnen verkopen. Er zijn ouders en opa's en oma's hele mooie vogelhuizen aan het maken. Dus die kunnen we ook gaan verkopen. Ja, en dan met kindertheater Roep Flits. Die hebben een cd gemaakt en die hebben ook hun medewerking verleend door een gedeelte van de opbrengst van de cd's te schenken aan het goede doel. Ja. Nou ja, vorig jaar mocht ik ook naar Flits, dus het is hartstikke leuk. Dus kom allemaal, ook al is er van alles te doen, maar dit is overdag. Kom allemaal overdag op 10 december naar het Zandkasteel aan de Bernhardstraat in Boksmeer. Bedankt voor jullie komst en toelichting en heel veel succes, ook voor Stan dan. Dankjewel. Naast de kerstmarkt is zoals gezegd nog veel meer te doen op 10 december. Zoals het Groeningskoor. Zij organiseren een winterconcert. Met het gemengd koor Xing, a cappella groep Hoogwater en uiteraard zingt het Groeningskoor ook zelf. Het concert is bij de Zandpoort in Groeningen en begint om 8 uur. Nieuw in Boksmeer. Stand-up comedy show at Café Het Vertrek. Live stand-up comedy met diverse comedians die hun beste grappen, verhalen en gedachtenspinsels brengen. Een gevarieerde show met uiteenlopende karakters en met de bevlogen presentator Steven Stol, die de ex aan elkaar praat. Een show om in een informele en ontspannen setting eens goed te lachen en te genieten. Line-up ditmaal is Christian Pielig en Bert Koster. En als laatste op 10 december feest voor Kenia bij het Hoekje in Vierlingsbeek. De entree is gratis, maar een deel van de consumptieopbrengst gaat naar het goede doel. Deze avond begint om 8:30. In verband met het 25-jarig jubileum van het Weijenkoor voert het koor de Messiah van Händel uit. Bij mij aan tafel zitten Mieke van Soest en Rien de Graaf. De meeste mensen zullen het wel weten, want jullie bestaan inmiddels 25 jaar, maar wie is het Weijenkoor?
We zijn een groep van 43 zangers en zangeressen die inmiddels dus 25 jaar actief zijn in Boksmeer met het geven van zo mogelijk wat grotere concerten. In ieder geval proberen wij grotere werken uit te voeren op een zo optimaal mogelijke manier. En als we het ons kunnen permitteren met solisten en een orkest, maar soms ook wel alleen met het koor. En zijn jullie de leden, komen die alleen uit Boksmeer? Voornamelijk wel, maar ook uit de regio. We hebben ook mensen uit Venray of richting Deurne. Ja, want een ledenaantal is best groot. Dan is het wel moeilijk om alle talenten. Ik zeg, Boksmeer heeft veel talenten, maar om ze allemaal echt uit Boksmeer te halen natuurlijk. En nou is de Messiah als concert gekozen. Hoe komen jullie daarbij? Ja, de Messiah is natuurlijk een van de grote werken uit het muziekrepertoire van de westerse wereld. En het is een schitterend werk om uit te voeren. En zeker nou in verband met een jubileum is dit natuurlijk een prachtige keuze. En ik ben het bestuur daar dan ook zeer dankbaar voor dat ze deze keuze gemaakt hebben. Want kunt u het heel kort ook vertellen wat de Messiah eigenlijk inhoudt qua verhaal? De Messiah vertelt eigenlijk in drie grote stappen het hele leven van Jezus. In de Engelstalige landen is het traditie om de Messiah met Kerstmis uit te voeren. Maar andere landen die kiezen er bijvoorbeeld voor om dat met Pasen te doen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld met de Matthäus-Passie traditie die wij hier in Nederland hebben. Het kan alle twee, omdat het namelijk over het hele leven van Jezus gaat. En daarom kun je het eigenlijk, je zou het hele jaar door kunnen. Ja, want jullie hebben dan hiervoor gekozen. Het is inderdaad ook wel dicht bij de kerst. Nou, we hebben er vooral ook voor gekozen omdat we vinden dat het ook zo'n feestelijke uitstraling heeft. Je wordt er gewoon blij van. Ja. En we hebben feest, dus we willen dat omlijsten met een muziekstuk wat daar recht aan doet. Ja. Nou, kies je dan voor zo'n stuk, hè? Hoe gaan jullie dat dan vormgeven? We zijn al begonnen met de repetities aan het begin van dit jaar. We hebben in mei nog de kreuningsmessen uitgevoerd, dus dat stond dan wel als eerste prioriteit. Maar na de uitvoering van de kreuningsmessen zijn we ons helemaal gaan wijden aan de Messiah. Want zo'n werk studeer je niet in een paar weken, daar doe je echt maanden over. Ja. En dat moet ook groeien, dat gevoel voor de muziek en hoe je je stem hier weer voor moet gebruiken. En we hebben ook moeten zoeken naar wat versterking, omdat het voor sommige partijen wel zwaar is om dat maar met een man of 6 of 8 te doen. Uh-huh. Dus we hebben nu versterking van 6 mensen van het Kempenkoor uit Veldhoven. We hebben 1 persoon van het Donkenskoor uit Nijmegen. En nog iemand die zo op ons toe is gekomen naar de oproep. Maar wordt daar dan speciaal naar gezocht? Van we hebben dit nodig en dat. Ja, versterking van de bassen en de tenoren was aan de orde. Want in de meeste koren is daar een tekort aan. Ja. Gewoon, maar jullie worden ook muzikaal begeleid, toch? Ja, zeker. Ja. We hebben 4 fantastische solisten en professionele solisten. En een orkest dat heet het Parnassus Ensemble. Dat hebben we ook al vaker gehad. Dat is een orkest wat steeds uit wisselende mensen bestaat. Maar dat is net waar zij op gespecialiseerd zijn. Die mensen dienen zich dan aan. En een zoon van een sopraan van ons hanteert dit keer de pauken. Dan hebben we 10 instrumentalisten dus. Ja, echt heel groot wat het aangepakt kan. Hè? Ja. Wat is het stuk voor jou zelf? Wat betekent dat voor jouzelf? Voor mij was het vond ik persoonlijk heel leuk dat ik nou eens een keer de Messiah kon zingen. Juist omdat het een heel groot werk is wat veel mensen vraagt, maar ook een groot orkest vraagt. Die kans die heb je niet zo gauw. Nee. Als je in een grote stad woont is dat misschien wel een ander verhaal, maar om in Boksmeer de Messiah te kunnen zingen is wel iets heel bijzonders. Ja. En ik had nog nooit die kans gekregen, dus ik ben daar heel blij mee dat ik daar nou aan mee kan doen. Ja, ik denk dat dat voor jullie allemaal dan wel geldt. Het is natuurlijk een heel speciaal jubileum. Ja. Ja. Even nog over dit concert, waar zijn de kaartjes te verkrijgen en waar wordt het concert gegeven? Het concert is in de kapel van de Zusters van Julie Postel. Een beetje ons huiskamer, om het maar zo te zeggen. Zusters zijn door de jaren heen vrijwel altijd bereid geweest om ons de kapel ter beschikking te stellen. Daar zijn we dus nu ook weer heel dankbaar voor. En
Ook mooi, zij hebben hun 25-jarig congregatiejubileum. En wij dit jubileum, dan gaan we fijn samen vieren. Ja, leuk hè? Ja, en de kaartjes zijn voor €20 verkrijgbaar bij de leden van het Weijerkoor of via onze website www.weijerkoor.nl. Daar is een bestelknop op en dan kun je de kaarten bestellen en meteen betalen of contant betalen aan de kassa. Ja, ja. Oké. Okay, voor de jeugd is het overigens €15. Oh, okay. Jeugd tot 18 jaar. Natuurlijk ook komen. Want ja, die, ja. Als je tenminste een beetje van klassieke muziek houdt, moet je dan natuurlijk hier wel naartoe gaan. Zeker, ja. Nou, 25-jarig jubileum, jullie hebben dan dit concert. Wat doen jullie er verder nog aan? We hebben altijd een zomeractiviteit en toen hebben we ook al in het kader van het jubileum een gezellige feestavond gehad. Maar omdat we op 21 oktober eigenlijk pas officieel 25 jaar bestonden, gaan we op 20 december, wat normaal onze repetitieavond is, een gezellige jubileumborrel houden met een beetje open podium en wat... Ja, er zal ook wel een woordje gesproken nog worden en dingen uitgewisseld. Ja. Ja, er is een koorlid dat een tentoonstelling aan het maken is vanuit het archief van wat is de afgelopen jaren allemaal gepasseerd. Op dit moment staat er in de kloostertuin een soort ezel met een compilatie van de affiches die wij in de loop der jaren hebben gehad voor de aankondiging van onze concerten. Een speciale manier om dit concert ook weer voor het voetlicht te brengen. Ja. En dat is ook heel leuk om te bekijken. Ja. Nou goed, dus is genoeg rondom jullie jubileum te beleven. Ja. Van ons uit hier proficiat en nou, geniet van die uitvoering dan. Dat gaan we zeker doen. Ja, okay, zeker. Dank je wel. Ja, dank je wel voor de gelegenheid die we even hebben gehad om het concert toe te lichten. 14 december. Zangeres en theatermaakster Agete Haan heeft een mooie voorstelling met als thema Zingen over mooie dingen. Deze familievoorstelling is in het Weijertheater en begint om 14:30. 15 december. Marielle en Wies geven een engelenavond bij het vertrek in Boksmeer. En op 16 december cabaret in het Weijertheater met Hester Makrander. De voorstelling begint om 20:30. Nou is het leuke, bij mij aan tafel zit Gerard Bijers, dat is de directeur van de Weijer. En die kan natuurlijk alles nog eens vertellen over de theaters, de voorstellingen bij de Weijer. Kun je eerst eens vertellen wat het nou eens inhoudt om directeur te zijn van de Weijer eigenlijk? Eigenlijk hebben we een sociaal-culturele opdracht. Wij proberen dus een soort ontmoetingsplek te hebben voor Boksmeer, voor de plaats Boksmeer, voor de gemeente Boksmeer. En daarin cultuur te verweven. Dus we hebben een theater, we hebben exposities, we hebben de bibliotheek in huis, we hebben welzijn in huis. En dat moet allemaal geregeld worden en ik ben er min of meer verbindende factor. Is het nou ook zo dat alle activiteiten die plaatsvinden, dat je daarvan op de hoogte bent? Over het algemeen wel. Ik ben niet altijd persoonlijk bij betrokken, maar ik ben wel op de hoogte van wat er gebeurt. Wat er gaat gebeuren, wat er komt allemaal. Nou is er natuurlijk heel veel te doen geweest over het theater bij de Weijer. Dat het theater dus stopt, of in ieder geval de voorstellingen stoppen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, om te beginnen is het nog niet 100% zeker. We zitten nu in gesprek, onder andere met de gemeente. Heel belangrijk om te kijken wat de toekomst is voor de Weijer. Onze eerste opdracht is voor het komend jaar een sluitende begroting te maken. Mm-hmm. En zoals wij, en met wij bedoel ik het bestuur en ondergetekende, tegen de zaken aankijken, ontkomen niet aan sluiting van de theaterprogrammering. Maar dat is nogal een stap, toch? Dat is nogal een stap. Ja. Dat is echt cultuurverarming. Ja. Ja, dat vind ik. En dat doet pijn. Ja. Maar de opdracht, als we niks doen, houdt het helemaal op. Want we zitten er financieel gewoon niet zo gunstig voor op dit moment. Dus we moeten keuzes gaan maken en proberen zoveel mogelijk overeind te houden. Een hele pijnlijke keuze en we gaan met de gemeente bekijken of dit een verstandige keuze is. Zoals wij er nu tegenaan komen, is dat de enige keuze. Zeker de eerste keuze daarin. Het blijft spannend. Ja. Maar het theater op zich gaat toch niet sluiten? Als wij een schoolvoorstelling hebben of iets, kunnen we toch wel bij jullie terecht? Uiteraard. Wat gesloten wordt, is de theaterprogrammering die we sinds een flink aantal jaren samen met Schouwburg Kuik hebben. Ja. Dus het bekende boekje waarin de programma staat, dat gaat verdwijnen. Ja. De professionele, grote professionele producties, daar is geen geld meer voor. We gaan natuurlijk wel zorgen dat het gebouw, theater, dat er zoveel mogelijk ingezet wordt. We gaan andere activiteiten doen en denk maar aan muzikale avonden, filmavonden, dat soort dingen. Ja. En uiteraard ook met scholen. Ja, ja want de Weijer is gewoon een prachtig pand en prachtig theater. Ja. Dat moet natuurlijk wel blijven. Natuurlijk. Nou zeg je ook filmavonden, kun je daar iets over vertellen?
We hebben sinds een dik jaar hebben we een filmhuis in de Weijer. Voorheen zijn er ook bioscoopfilms geweest, maar de formule die we nu hebben is eigenlijk een besloten club, min of meer. Die samen de echte filmhuisfilms gaan opzetten. We hebben ook een werkgroep die dat aanstuurt, ook wat betreft de inhoud van het programma. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen en lid worden van het filmhuis. Oh ja, wilde ik net zeggen, want dan moet je daar lid worden? Of ja, hoe werkt dan het? Moet je eigenlijk lid worden. Je wordt dan in de mailing meegenomen van het filmhuis. Wat wij niet doen, is dat promoten naar buiten. We gaan er geen reclame aan hangen, want het blijft een besloten club. Mm-hmm. Daarnaast, en daar zijn we nu mee bezig, gaan we proberen wel wat commerciële films ook te draaien. Want de inrichting hebben we, de apparatuur hebben we. Ja. We gaan met Kerstmis dus is er maar een goede kans dat de verschuiving komt van theater naar bioscoop? Het is iets wat al liep voordat die beslissing van het theater was. Okay. Dus dit is gewoon, dit komt erbij. En het zal straks voor een deel ook in plaats van zijn. Maar het is niet de complete omslag. Okay. Kun je daar iets over zeggen, concreet? Wat voor soort film er is met Kerst? We hebben een aantal actiefilms, thrillers. En we hebben een aantal familiefilms. We hebben in totaal 8 films gepland binnen de 14 dagen van de kerstvakantie, zeg maar. Iedereen kan trouwens op de website terecht, maar misschien kunnen we daar dan nog even op terugkomen. We hebben films, ik moet het even oplezen, Unknown, The Adjustment Bureau, Het Geheime Familiefilm, Inception, Rango, Tirza. Allemaal terug te vinden op de website en straks ook natuurlijk in de pers. Ja. Is er nog een verdere programmering voor de maand, voor de laatste 2 weken van december? Ja, we hebben nog 2 voorstellingen lopen. Dat is op 28 december een familievoorstelling voor de kinderen. Jeugdtheater 4+, dus voor kinderen vanaf 4 jaar. De Pimpernel, nou, jaarlijks de gast. Bekend. Ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Altijd garant voor een goede gevulde zaal, heel fijn. En we hebben dan de Nachtzusters op donderdag 29 december. En dat is cabaret. Hartstikke leuk jaarafsluiting, ja, toch? Zeker. Nou, over de website. Jullie hebben een wijziging gehad in die website. Wil je dat even vertellen? We hebben sinds een maand ongeveer een nieuwe website. De website die we voorheen hadden was eigenlijk een beetje gehangen aan het programma, theaterprogramma vanuit Kuik. Mm-hmm. Te veel alleen gefixeerd op theaterprogramma en onze website nu geeft zeg maar de hele Weijer in alle breedte weer. Dus een aparte pagina voor films, een aparte pagina voor exposities. Al onze instellingen die we in huis hebben, die zijn daar terug te vinden. En wat leuk is aan die website, we hebben daar nieuwsbrieven aangehangen. We komen tweewekelijkse nieuwsbrief komt er. Mensen kunnen zich overigens daarvoor inschrijven. Mm-hmm. Dat kan via de website en je maakt dan kans op 5 keer 2 kaarten voor 2 personen voor het lopende seizoen. Nou, hartstikke leuk toch? En wat is de website? De website www.deweijer.nl. Oké. Okay. En wat ook nog leuk is, dat we naast de nieuwsbrieven gaan ook twitteren en facebooken. Dus we gaan volop meer in de social media. De Weijer gaat zich echt op de kaart zetten. Oké. Okay. Zo moet dat, hè? Wil je nog iets zeggen voor de mensen die vooral moeten komen naar de Weijer? Ja, graag. Ik wens iedereen een heel gezond jaar. En vooral ook een cultuurrijk jaar. En laten we dat met z'n allen ook overeind houden. Want dat is toch de olie in de economie. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Dank je wel. Graag gedaan. Op 17 december is er een kerstgedichtenwedstrijd bij het vertrek. Als gast zijn Mientje Wever en Karel Thijssen, maar daar komen we straks even, kom ik bij jullie terug voor een gesprekje. Ook op 17 december is er Psychical Gravity met die Ultimate Led Zeppelin Experience. Deze avond is bij Ries in Boksmeer en begint om 9 uur. Op 26 december gezellig tweede kerstdag vieren met goede muziek van We Continue bij Hotel Ries in Boksmeer. Deze avond begint om 10 uur. De afsluiting op 29 december, het jaar afsluiten met goede muziek, met de Hello Goodbye Band bij Ries. Deze avond begint om 9 uur. En zoals gezegd, kom ik nu graag bij jullie terug. Het kerstgedichtenwedstrijd. Mientje, wat houdt zo'n wedstrijd eigenlijk in? Dat houdt in eigenlijk dat mensen uit die de dialecten, één van de dialecten van Brabant spreken, die mogen een kerstgedicht schrijven wat niet langer mag zijn dan 30 regels. En dat mogen ze dan inzenden tot 1 december. Maar dan komt het, de grote finale is natuurlijk 17 december. En er is een jury, daar gaan alle gedichten naartoe en uiteindelijk komen daar 20 finalisten uit.
Oké, en Karel, jij houdt zelf ook van gedichten schrijven, van liedjes schrijven. Ja. Hoe ben je daar zo eigenlijk bij gekomen? Ja, ik ben nou eenmaal een beetje dialectgek en dat komt volgens mij vooral omdat ik het ben tweetalig grootgebracht. Thuis hebben wij nooit anders dan dialect gesproken. En ja, voor het werk is het puur Nederlands en ik heb dat gecombineerd tot een fantastische hobby, vind ik wel. Ja, maar je kunt wel dialect spreken, maar je kunt ook nog eens in een dialect dichten. Waar komt dat talent vandaan? Ik heb geen idee. Volgens mij zit er bij ons niemand in de familie die op die manier de pen hanteert. Dus het zal wel aangewaaid zijn op een of andere manier. Ja, maar het gaat je goed af. Het gaat mij, ik heb er schrik van. Ja. En Mintje, dat geldt voor jou hetzelfde, hè? Ooit heb je je eerste gedicht gemaakt. Hoe is dat dan gegaan? Ja, ook eigenlijk vanzelf. Je eerst in het Nederlands en uiteindelijk probeer je het eens een keer in het dialect. Nou, toen vond ik het zo leuk om met dialect bezig te zijn. Ja, toen maar dialect spreken en schrijven, dat is natuurlijk wel een verschil, hè? Ja, maar dan moet ik... Ja, ik heb eigenlijk net als Karel, ik ben ook tweetalig grootgebracht. Maar op die manier dat mijn vader nooit geen dialect gesproken heeft en mijn moeder nooit geen Nederlands. Ja, ja. Kijk, en daar ben ik het product van. Ja. Nou heb jij ook of gedichtenbundels, ik weet niet of jullie dat samen hebben uitgebracht. Dan komt het ook echt op papier, dus een ander moet het dan ook kunnen lezen. Ja. Is daar een regel voor hoe je dialect schrijft? Nee, die is er eigenlijk niet. Er zijn wel alle richtlijnen, maar het wordt toch altijd weer een beetje... De een doet het weer zo, de ander doet het weer zo. Maar het mooiste van... Ja, het bekende van, streepje... Ja, streepje die kant op. En ik schrijf persoonlijk, ik schrijf ut en un met komma n en komma t. Anderen doen het met een u erbij. UT of un... Ik vind het belangrijk als je het maar kunt lezen en als je een gedicht of een verhaal in het dialect leest. Ik zeg altijd hardop. Hardop, ja, want het zeggen was. Hardop, dat voor mij is het de carnavalskrant, hè? Die komt altijd, denk ik, oké, daar moet ik echt voor gaan zitten. Maar op het moment dat ik het hardop doe, kan ik het zelfs ook begrijpen. Ja. Dus dat, ja, dat is wel zo. Dat werkt echt. Ja. Nou, even terug te komen op deze wedstrijd. Er zijn dan 20 finalisten, zeg maar. Dan, wat houdt zo'n wedstrijd dan in? En de mensen die zelf het gedicht voorkomen dragen, alle 20. En dan is zo'n middag ingedeeld in blokjes van 5 dichters. Dus dan krijg je 4 blokjes. Maar daarbij is er een Brabant-troubadour, Jan van der Heijden, die komt zingen. En we hebben ons eigen Mia Dekkers, het Overloon. Die is natuurlijk ook weer aanwezig met de gitaar. En zo wordt de middag eigenlijk opgevuld met poëzie en met muziek. Heel leuk. En dan is dan de finale, zeg maar? Dus voor de finale, ja. Als de jury eruit komt, want ze hebben het er elk jaar moeilijk mee. En we hebben een fantastische jury. Mensen die zelf ook in het dialectvak zitten. Bekende namen als Gerard Ulijn en Nout Bongers en Maya van Trier. Die hebben het vorig jaar ook gedaan en die wilden met alle plezier terugkomen. En als die eruit zijn, dan, dan wordt... de winnaar bekendgemaakt en vorig jaar heeft de wethouder van Boeksmeer, wethouder De Graaf, de prijzen uitgereikt. Dit jaar heeft de burgemeester toegezegd, heeft het een paar jaar achter elkaar ook gedaan. Maar in ieder geval komt iemand van het college de prijzen uitreiken. Wat betekent zo'n prijs, stel dat je wint, wat betekent dat voor jou als dichter? Eeuwige roem. Ja? Ja, in het land van Kuik en verder buiten. Maar als je dan ziet dat er inzendingen komen van echt van helemaal van Woudse Plantage, van Loon op Zand. En die mensen komen of met openbaar vervoer of met eigen vervoer, komen die toch even hun gedicht voorlezen. Ja, kwestie van 1-2 minuten en dat is fantastisch. En dit jaar hebben we nou een inzending, ik durf niet te zeggen waar die vandaan komt, dat moet jij maar zeggen, Mientje. Nou, eigenlijk van de andere kant van de wereld en zelfs heel ver weg, Nieuw-Zeeland. En dat was ook heel verbaasd dat je dan per mail dat gedicht krijgt. Ja. En, van oorsprong dan wel? Die mensen kwamen van oorsprong uit Tilburg en uit Goorlen. Maar die krijgen ieder jaar krijgen die de Brabantse scheurkalender door de familie opgestuurd. En Johan van den Berg is zo goed om dan midden eigenlijk in de zomer staat daar dan een klein stukje van de Brabantse kerstgedichtenwedstrijd. Dus die mensen hebben dus opgestuurd. En dat is hier aangekomen. Ik heb alleen een mailtje teruggestuurd van goh, hartstikke leuk, maar hou er rekening mee, als je tot de finalisten behoort, dat het een duur gedicht wordt, want je moet zelf je gedicht voorkomen lezen. Ja, en? Ja, het wordt wel even in de uitzending, of in het programma, wordt het wel even naar voren gebracht. Ja. Ja, dat is dus de 17e bij het vertrekken. Moet ik zeggen, hoe laat begint het? 2:30. 2:30 'smiddags en dan tot wanneer het maar en klaar om, is. 2,5 uur, 2 uur, 4:30, zoiets. Ja, en 2 uur is de zaal open gewoon voor het publiek. Ja. Nou, Karel, wil ik jou vragen om straks het programma af te sluiten met een gedicht. Voor nu ga ik dit programma afsluiten. Natuurlijk namens het hele team van Uiten de Regio willen we jullie bedanken voor weer een jaar, dat jullie weer een jaar hebben gekeken naar ons.
Natuurlijk zijn we volgend jaar weer terug met de nieuwe Uit in de Regio. Wilt u ook eens een keer als gast hier aan tafel of heeft u leuke items? Stuur ons een mail uitinderegio@live.nl. En nogmaals namens het team van Uit in de Regio wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een super goed en gezond nieuwjaar. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende Uit in de Regio. Kerstkaarten. Ze vallen weer bij bosjes binnen. De kaart met een zalig kerst. Het gaat half december al beginnen. Mijn broer uit Os is altijd eerst. Wanen vorig jaar host 80. Mijn vrouw zei, dat is een record. Die vindt de kaarten krijgen prachtig. De leeste kwam pas na een jaar. Pas van een zwager uit Rosmalen. Zo'n kartje in een envelop. Ik moest de post nog port betalen. Want er zat geen zegel op. We kregen ze van alle kanten. Familie, vrienden, van de zaak. Een aard zo'n flooding van mijn tante. Mijn god, de mens heeft geen smaak. Er zit ook wel mooie tussen. Niet zomaar uit de winkel, nee. We kregen van een van mijn zussen een kaart gemaakt van zakjes thee. Mijn vrouw, ik zie niet wat de lol is, hangt al die kaarten op een rij. En als zo'n druitje barstens vol is, dan spant ze er een koortje bij. En ergens ook veel kaarten sturen, dat is nog het liefste wat ze doet. Een kerstkaart, zelfs voor de buren, daar kun je toch niet onderuit. Als ik dan zeg, dat is niet verknoeien, och jee, dan wordt ze even kwaad. Ik zal me er maar niet mee moeien, ze naait toch haar eigen nood. En dat is maar goed ook, moet ik bekennen. Als ze geen kaarten schrijven zou, dan kregen we er ook geen ene. En dan is kerst lang niet zo mooi. Die kaarten, nog ja, het is de mode, maar niet van min, doen we een lol. Ik heb zo ergens mijn methode. Een zalig kerstmis, allemaal.